Hallo kijkers van NIT, ik ben Mark en ik ben er weer met Hearts of Iron 4. Vorige aflevering heb ik dus eventjes als Denemarken een beetje zitten kloten. En nu ga ik vandaag in ieder geval proberen om Oostenrijk, Hongarije, in ieder geval proberen weer terug te nemen. En hopelijk gaat het dus ook goed. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Ik zit er even aan te denken wat ik nu precies ga doen. Nou, deze is wel handig. En dan kunnen we gelijk even wat steel inkopen. Nou, wat lijkt me het handigst? Want ik wil in ieder geval wel in de allies van... In Axis, laat ik maar zeggen. Dus dit lijkt me wel even verstandig om hier even een fortlinie neer te zetten. Gaan we even alvast wat dingetjes researchen. Zoals deze. Die. En die. En dan gaan we beginnen. Dan moet ik even kijken. Deze... Stiekste join the access en dan gaan we helemaal deze kant op. Nou ja, we zien wel. We gaan gewoon deze en dan deze kant op. Moet in ieder geval wel snel zijn voor de Anschluss. We hebben ook wat vliegtuigjes. Niet veel, maar het zijn in ieder geval genoeg fighters om de Alpine Region een beetje te controle. In de controle te houden. Political choices. Nou, zoals te zien is Ethiopië weer aan het kapot gaan, ja. Goed genederlands, by the way. Captain of Industry. En dan doen we gelijk nog wel eventjes de Fascist Democratic. Maar alvast eventjes, denk ik. Ja, artillery laten we ook maar doen. Denk dat komt later nog wel. Als Addis Ababa ook kapot is, dan is het voor Ethiopië over. En uit met de pret. Ik heb het niet vaak gezien dat Ethiopië opleeft. Nou ja, nooit tegen een AI, of nooit met een AI dus. Laten we ook alvast de Blitzkrieg kant op gaan. Help guarantee. Oké, laten we maar eventjes één civil factory hierin doen en dan gaan we gelijk weer eventjes een kleine fortlinie toch weer mee te maken. Nou, die boel is geannexeerd. Structure 2 gaan we even alvast doen. Zit hier mee. Oh. Maar het rit is in ieder geval in hun handen. Het is een beetje 50-50 volgens mij. Prince of Terror. Ah, die doe maar. Ik krijg toch wel wat meer manpower volgens mij. Oké. Austro-Hungarian Empire. Onze wapens alvast een beetje updaten. Dat betekent dat we dus een Wargle krijgen.
naar Oostenrijk. Of Hongarije. Dat kan dan wel eens een probleem worden. Niet als ik maar 42 vliegtuigen erbij zet. Die mag eens blijven. Zo. Oh, dat gaat toch wel redelijk goed. Nou, hij heeft nog niet eens de Island gedaan. Dat is nieuw. Dat doet hij normaal altijd wel. Wat, Army Defense even wat meer doen. Zodat ze toch wel wat beter zijn. Misschien nog eventjes snel trainen. Cancel. Territory, nee. Oh, kut. Oh, shit. Spijt geen, maar ben net goed. Ja, oké. Okay. Gelukkig. Veertien divisies. Zo. Gewoon take all states. We hoeven niet te puppeten. Nee, dat. Communistisch Nederland, hè? Oeh. Even een kleine vatlinie neerzetten tot toch dat we dan nog eventjes wat meer voorbereid zijn. Oké, communistisch Nederland is dus gewonnen. Wat? Kan dus betekenen dat ze eventueel een ally worden. Fighters, ja, moet je.
Nou, kom. Wacht. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Nu moet ik maar gaan één klein gebiedje, ja. Daar kan ik veel mee. Of ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like, een like nou. En dan zie ik volgende keer weer. Later.